Welkom in de Koel, dat tegenwoordig een tweede naam erbij heeft. Het heet officieel Covebo Stadion de Koel, waarvan akte. VVV uiteraard in het geel-zwart. Heracles ook in het bekende zwart-wit gestreept met witte broeken deze keer. Oelerstal de doelman, Rutte, Reusler, Promes en Koem. De vier verdedigers, de middenvelders Seuntjes, Bos en Soesies, die dus bijgetekend heeft. En voorop Van Ooyen, Mlappa, de topscorer van VVV en Joosten. Heerlijk voetbalweer, lekker temperatuurtje. In de Koel waar het altijd wat warmer is trouwens in de winter. Als het vriest, kan het hier ook smerig koud zijn. Maar dat is vanavond zeker niet het geval, terwijl we kijken naar Kuwas. Een van de smaakmakers in de Eredivisie. Erwin Blank uit Alkmaar, geboren in Heer Hugo Waard, is de scheidsrechter. Zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie was trouwens ook een wedstrijd van Heracles thuis tegen de Graafschap. En daar klinkt zijn snerpende fluitje. We gaan beginnen met Blaswiec. Breukers, Rosman, Van der Buijs en Chivora. Een Duitse keeper, dus en twee Duitse verdedigers. Osman en Merkel, ook een Duitse. Merkel dus. Kuwas, Drost en Pettersson. Met Konings dan als spits. De jonge Brabander, omdat Dalmau geschorst is. VVV heeft dringend punten nodig. Die zit een beetje in een vrije val. Heracles juist in de flow, zoals dat heet. Dus we zijn zeer benieuwd. De scheidsrechter heeft daar een overtreding geconstateerd, terwijl de bal al even weg was. Dat heeft hij dus goed gedaan, goed opgelet. Een overtreding op Promes. En een gele kaart voor Konings, vroeg in de wedstrijd al. Maar echt veel is er niet aan de hand, zo te zien. Ik heb het idee dat Promes zich meer zelf blesseert. Maar goed, toch een behoorlijke blessure voor Promes. Ik heb het idee dat hij eraf zal moeten. Dat ziet er niet goed uit. Scheidsrechter Blank geeft aan dat de spelers naar de kleedkamer moeten, de trappen op. Dan is de blessure van de Promes zeer ernstig. Onder de commentaarpositie komt nu een ambulance aanrijden. Promes wordt nu op de brancard getild. Dat heeft heel lang geduurd. En dit applaus is, dat gaat je door merg en been, moet ik eerlijk zeggen. En daar gaat Promes. Wacht, wat een naar begin van deze avond die zo vrolijk begon om 8 uur. Hoe gaan zij om met dit bizarre begin van deze wedstrijd? Kuwas. Pettersson. Links komt Chibora. Pettersson kiest zelf voor een schot. En een goed schot en een goede redding ook van Onderstal. En zo zit er meteen toch, ondanks alle treurigheid, wat vuur in deze wedstrijd. Van Ooyen, Seuntjes, Mlappa, naast. Rosman naar Osman. Pettersson. En weer een redding van Onderstal. Wat een geweldige klasbak is dat toch. Die Duitser in het doel bij VVV. Die volgend jaar dus naar PSV gaat. Joosten met de Breukers. Daar bemoeit ook Soesie zich ermee. Joosten terugleggen en dan. Nee, daar had meer in gezeten. Daar had meer in moeten zitten. Maar het kan nog. Rutten en Rosman. Mlappa raakt hem niet. Goed zijn lichaam gebruikt, Rosman. Van Ooyen. Rutten. Seuntjes, Mlappa, die weer goed zijn lichaam gebruikt, Seuntjes. En nu Joosten met een schietkans.
En een goede redding van Blaswijk. Suntjes, maar er is geen afspeelpunt voorin. De lange bal dan maar van Koem richting Mlappa. Dit is Jiborra. Die geschept wordt door Rutte. Die is nu de klos. Zijn derde overtreding in een paar minuten en dan krijg je geel. Suntjes met misschien het idee van Ooyen. Maar Jiborra ben je zomaar niet kwijt. Het lukt nu toch. Mlappa en dan een goed blok. Joosten dan. Maar Heracles zit er bovenop. Koem. Kuwas gaat er vandoor. Maar heel goed mee terugverdedigd door Christian Koem. Mlappa weer. Joosten. Dat is aardig. Joosten. Ach man. Schiet die bal er dan in. Op doel. Tussen de palen. Daar staat nog altijd het keeper. Dat weet ik wel. Maar typerend voor de wedstrijd. De actie is zo aardig van Joosten. En dan zo slecht geschoten. Konings is daar blijven liggen. Heeft last van zijn rug zo te zien. Maar het spel gaat door. Osman tikt hem dan buiten. Kuwas vraagt waarom. Dan komt hij wat ongelukkig terecht, Konings. Dapni Dos Santos maakt zich klaar om Joey Konings te gaan vervangen. Een huilbui nabij kan ik me voorstellen. Heb je eindelijk je kans? En dan gebeurt dit. Susic. Richting Mlappa. Een doeltrap. Hens van Jiborra. Gezien. Susic weer. Lopen de mensen daar. En weer de redding van Blaswijk. Op de kopbal van Koem. Susic. Ja, dit ziet er goed uit met Mlappa. Mlappa die bijna bij de goal is, maar op het allerlaatste moment wordt gestuit. Hé, dit was een hele goede paas van Susic. Maar een goede redding van der Buis. Susic. Daar wordt iemand naar beneden getrokken, scheidsrechter Blank. Maar die doet niks. Mlappa. Post. En Blaswijk. En wat gebeurt hier? Edwin van der Graaf is de VAR in Zeist. Wat gebeurt hier? Er gebeurt niks. Ja. Rosman. Joosten. Susic. En Blaswijk. Hij, Blaswijk en Oenerstal aan de andere kant. Dat zijn de uitblinkers in deze wedstrijd. Dat zegt alles bij de doelverdedigers. Joosten. Joosten. Loopactie van Ooyen die ruimte maakt voor Joosten.
Van Ooyen zelf. Joosten. Van Ooyen. En Blaswieg weer. Dit was de meest gevaarlijke aanval van VVV in de tweede helft. Daar geeft scheidsrechter de blanke strafschop. Is dit geen zware straf? Reuzelen vindt van wel. Ik vind het eigenlijk ook. Ja, dit vind ik wel een hele zware straf hoor. Mol Osman tegen Lars Onderstal. Ik vind het een hele zware straf. Maar hij zit wel. En hij zit akelig goed ook. 0-1. Söntjes. Oppokoe. Hoekschop maar weer. De laatste kans voor VVW op een punt. Krijgt VVW dan toch nog in de allerlaatste minuut dat waar het recht op heeft. Minimaal een punt. Mlappa. Hoho, wat scheelde dat weinig. Wat was Opoku daar dicht bij de 1-1. De scheidsrechter Blank fluit voor het einde van deze wedstrijd. Die in een overwinning eindigt voor Heracles. En ik noem dat een gestolen overwinning. Want ik vond de strafschop veel en veel te zwaar en niet verdiend. En de overwinning is ook niet verdiend. Maar goed, dat zijn de feiten. Het is een treurige avond voor VVV